De verkeersveiligheidsmaand is voorbij, maar verkeersveiligheid bleef essentieel. 8 verkeersdoden, waarvan 4 bromfietsers, vielen er tijdens de afgelopen maand. Voor 2024 zijn er al 45 dodelijke verkeersslachtoffers genoteerd. Het Verkeersveiligheidsinstituut VVI werkt samen met justitie en politie aan bromfietscertificering, verkeerseducatie en voorlichting. Er komt binnenkort een persmoment over verkeerskwesties. Het VVI hoopt op spoedige goedkeuring van de wet voor de verkeersautoriteit. De Nationale Milieuautoriteit, NMA, bezocht op 9 september samen met diverse overheidsinstanties het Stuwmeergebied in Brokopondo vanwege een contaminatie. Water en vaste stofmonsters zijn genomen voor analyse op cyanide en andere chemische stoffen. De waterresultaten zijn binnen, maar aanvullend onderzoek naar vaste stoffen loopt nog. Het justitieel onderzoek naar de oorzaak en verantwoordelijken is in volle gang, waarna de NMA in overleg met het OM juridische stappen zal ondernemen. 13 leidinggevenden van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, ROS, hebben van 9 tot 13 september een train-the-trainers-programma gevolgd. De deelnemers leerden hoe ze teamdynamiek konden verbeteren en een productieve werkomgeving konden creëren. De week werd afgesloten met een training over conflictresolutie, waarbij 10 bestuursambtenaren bemiddelingsvaardigheden aangeleerd kregen om burgerconflicten te kunnen oplossen. Beide trainingen werden georganiseerd door VNG Internationaal en het ministerie van ROS.